Ja, omdat ik in duaal leren 2 dagen naar school ga en 3 dagen kan werken. En ik krijg er ook een vergoeding voor. Waarom het leuk is? Omdat ik heel veel kan bijleren hoe ik het allemaal moet doen. En het is interessant op een leuke manier eigenlijk bijleren en ook collega's leren kennen. De meeste collega's kunnen een beetje gebaren, want ik heb het ze aangeleerd. Dus dat is heel leuk om hier op die manier te werken. We lachen veel samen, we maken grapjes. Soms is het een beetje moeilijk als we communiceren, maar ja, we gebruiken ook een papier met het alfabet bijvoorbeeld. En mijn collega's die leren dan zo een beetje gebaren. Soms gaat het eens fout, maar dat is leuk. Als ik 's morgens begin, begin ik altijd met de verschillende 5 soorten pasta's maken. En de groentjes snijden, dat doe ik altijd 's ochtends. En in de zaal moet ik ook de zaal stofzuigen, dweilen. En aan de bar moet ik ook alles openmaken, de kassa klaarzetten, de computers klaarzetten. Ja, op school leren we dingen over vroeger en ook over onze toekomst, over hoe dat we zelfstandig kunnen zijn, hoe we huishuur moeten betalen en al die dingen. Wim is mijn trajectbegeleider en we gaan vaak in gesprek over mijn rapport bijvoorbeeld of over hoe het hier verloopt. Ik zou tegen de mensen zeggen dat als ze meer werkzekerheid willen, dat ze zeker duaal leren moeten doen. Leerlingen zijn zeker welkom. En ja, in de horeca werken is ook een job die goed betaalt. En zeker als ze specifiek hier zouden willen werken, dan zijn het leuke collega's en leren de mensen al een beetje gebaren.